Hoofdstuk 4. Neonia. De wind was blijven aanwakkeren sinds ze de dag daarvoor vertrokken waren uit het zomerpaleis. Hij blies guur door de kloof die ze nu voorzichtig volgden over een smal pad dat vervaarlijk naar één kant helde. Waar de steile rotswanden dichter bij elkaar kwamen, bereikte de wind bijna stormkracht. De schaarse bomen die er stonden leken als één man dezelfde kant op te leunen. Arnoud trok de schapenvrachtkraag van zijn jekker tot ver over zijn oren en nestelde zijn hoofd tevreden in de behagelijke wollen warmte. Toen hij omhoog keek, zag hij ver boven zich de hemel ijsblauw schitteren, maar er kwamen grijze wolken aanvliegen, in de diepte geluidloos gevolgd door grote vlekken schaduw. En aan de zuidelijke horizon doemde een donkere muur van massieve zwarte wolken op. Na de middag zou het waarschijnlijk gaan regenen. Even overwoog hij voor te stellen dat ze nu al zouden stoppen, voor de regen de stormwind nog zouden verergeren. Bijzondere haast hadden ze eigenlijk niet. Zover was het niet meer naar de havens van Iwanai. En hij had persoonlijk een gloeiende hekel aan tenten opzetten bij stormwind, zeker in de stromende regen. Nu was het nog droog en dan konden ze tenminste straks schuilen voor het noodweer dat ongetwijfeld zou komen. Het pad dat zij volgden was hier even wat vlakker en breder. Hij spoorde Arnoud zijn paard aan tot hij naast de keizer kwam die vlak voor hem reed. Shigeru zat diep weggedoken in zijn bondmantel, maar leek te voelen dat er iemand in zijn buurt gekomen was. Hij tilde zijn hoofd op en keek om zich heen. Hij zag de jagende wolken, fronste zijn wenkbrauwen, maar haalde toen zijn schouders op. Arnoud trok een punt van zijn kraag naar beneden om wat te gaan zeggen en voelde meteen de waterkoude wind in zijn wangen bijten. Denkt u dat het gaat sneeuwen? Hij moest schreeuwen om boven de wind uit te komen. Shigeru keek nog eens naar de hemel en schudde zijn hoofd. Daar is het nog te vroeg voor, misschien over een week of twee. Over een maand gaat het echt beginnen, maar dan zijn wij gelukkig ver weg in het zuiden. Maak je maar niet ongerust, als we straks de kloof in de bergen uit zijn, valt het wel mee. Hij kijkt nog eens naar de donkere wolken aan de einder. Maar er komt er inderdaad wel flink wat regen aan, voegde hij er opgewekt aan toe. Arnoud moest lachen. Ondanks de rillingen die over zijn rug liepen, die Shigeru leek zich ook nergens iets van aan te trekken. Hoeveel vorsten zouden niet de hele dag, hele ochtend hebben lopen zeuren en mopperen dat het koud was en onaangenaam, alsof de wind door hun geklaag zou gaan liggen en alsof hun bedienden iets aan de regen konden doen. Maar niet deze keizer. Die accepteerde weer en wind, beseffende dat hij zelfs hij er niets aan kon veranderen. Je moest het maar verdragen, anders maakte je het leven van de mensen om je heen nog onaangenamer. Misschien kunnen we beter maar vast stoppen voor vandaag, stelde Arnoud voor. Shigeru wilde net antwoorden toen een kreet van een van de mannen voor in de rij hun aandacht afleidde. Afgezien van een paar bedienden, en natuurlijk Arnoud en George, reisde Shigeru met een niet al te grote groep lijfwachten. Een 12-tal Shenshi onder commando van Shukin, een volle neef van de keizer, was meegereisd naar het zomerpaleis. Dat, overwoog Arnoud, was ook weer een voorbeeld van de kracht van deze man. Hij had van de mensen in het land weinig te vrezen. Het volk hield van de keizer. Ze wisten maar al te goed dat hij alles in het werk stelde om hun lot te verbeteren. Bij eerdere keizers was dat wel anders geweest, zodat hij nooit zonder een groot gevolg van zwaar bewapende soldaten door het land reisde. Een van de Senshi reed als verkenner ver voor de groep uit. Drie anderen reden een meter of 10 voor Arnoud en Shigeru, de rest bleef achter een vorst. Op dit smalle pad was het niet mogelijk verkenners op de flanken te posteren, al zou dat onmiddellijk gebeuren zodra ze de vlakte beneden hen bereikt hadden. De ruiter die geroepen had stak zijn hand op, zodat iedereen halt hield. Arnoud hoorde gekletter van hoeven en een waarschuwing achter zich. Hij keek om en dreef zijn paard opzij om Shukin en vier van zijn ridders te laten passeren. De keizer volgde zijn voorbeeld. Wat is er aan de hand? Vroeg Shigeru aan zijn neef, terwijl die hem voorbij draafde. Uit beleefdheid wegens zijn gasten bleef hij de internationale omgangstaal gebruiken in plaats van Nionia. Dat spaarde weer de moeite van vertalen. Geen idee, neef, antwoordde Shukin in dezelfde taal. Maar Kaoko-san heeft iets opgemerkt. Je komt het je wel vertellen zodra ik hem gesproken heb. Blijf hier wachten, alsjeblieft. Hij keek even achterom om zeker te zijn dat de vier laatste Senshi die de achterhoede vormden op hun posten waren gebleven en reed toen verder. Onbewust liet Arnoud zijn linkerhand op het gevest van zijn zwaard vallen. Als het nodig mocht zijn, had hij het snel getrokken. Het ronde schild dat hier zo opviel, hing nog steeds op zijn rug. Dat kon daar voorlopig wel blijven. Als het moest,
kon hij het in twee tellen naar voren schudden. Het paard van Shigeru scherpte nerveus met een hoefijzer over de keien. De keizer klopte het dier op de nek en sprak zacht wat kalmerende woorden. Onmiddellijk kwam het dier tot rust. Daarna ging de vorst gemakkelijk zitten, keek Arnoud aan en haalde zijn schouders op. Ik neem aan dat we zo meteen wel te horen krijgen wat er los is, zei hij. Uit zijn houding zal je opmaken dat hij zeker wist dat het om loze alarm ging en dat zijn bewakers alleen maar overbezorgd waren. Hij keek Shuken na, terwijl deze zijn paard inhield naast de Senshi die vooruitgereden was. Er volgde een korte discussie en daarna zagen Shigeru en Arnoud hoe Kako wees naar iets ver beneden hen, waar het pad de steile berghelling af zich zagde. Shuken kwam teruggedraafd om te rapporteren. Er komt een ruiter omhoog, iemand van je hofhouding, neef, en hij lijkt haast te hebben. Shigeru fronste zijn wenkbrauwen. Om een van zijn hovelingen in het hondenweer naar buiten en de berg op te krijgen, moest er wel iets ernstigs mis zijn. George dreef zijn paard dichter bij dat van Arnoud. George was opgeleid als jurist en secretaris en hij had voor deze reis een diepgaande studie gemaakt van de zeden en gewoonten van Nyonya. Het was trouwens niet de eerste keer dat hij dit verre land bezocht. Juist vanwege zijn uitgebreide kennis en ervaring was hij meegestuurd op deze diplomatieke missie om goed zijn ogen te kost te geven en Arnoud te helpen met het ingewikkelde protocol. Bovendien bood het hem de gelegenheid om zijn woordenboek van de taal van Nyonya bij te werken dat 2 jaar daarvoor verschenen was. George was soms wat stijf en een zeur, maar in zijn hart was hij een brave kerel en Arnoud had tijdens zijn trip veel aan zijn goede raad gehad. Hij was dus blij dat hij meegekomen was. Waarom staan we stil, wilde George weten. Arnoud stak zijn duim over zijn schouder naar waar het pad naar beneden liep. Er komt een ruiter aan. Waarschijnlijk komt het met een boodschap. We kunnen beter hier op hem wachten. Een boodschapper? Wie dan? Is het een boodschap die heer Shigeru verwacht? Weten we waarover? Door de stroomvraag kreeg Arnoud niet eens de gelegenheid te antwoorden. Hij schudde zijn hoofd en glimlachte naar zijn oude schoolvriend. Geen idee, dat weet ik niet. En ook dat weet ik niet, evenmin als het laatste antwoord. Hij zag dat George's opgetrokken schouders een decimeter zakten toen hij besefte dat hij onbeantwoorde vragen stelde. Ik neem aan dat we alles te weten komen zodra die man bovengekomen is. Natuurlijk, sorry, stom van me, zei George. Het klonk alsof hij zich schaamde dat hij zich zo kinderachtig had laten gaan. Geef niks, joh, zei Arnoud. Maar ik kon het niet laten een van George's eigen favoriete gezegden na te zeggen. Wie niets vraagt, hoort ook niets. George was zo verstandig om flauwtjes te glimlachen. Hij vond het niet prettig om uitgelachen te worden. Dat ondermijnde zijn respect. Ja, natuurlijk, heer Arnoud, u heeft gelijk. Doordat hij Arnoud aansprak met zijn titel, liet het duidelijk blijken dat hij de plaagstoot niet kon waarderen. Arnoud haalde zijn schouders op. Jammer dan George, dacht hij. Het hoefgekletter beneden in de kloof kwam dichterbij. De ruiter kwam de laatste bocht scherp om en was nog maar 100 meter van hem verwijderd. Op een bevel van Shuken gingen de 4 achterste ridders opzij om hem door te laten. Bij de keizer aangekomen probeerde de man in het zadel een diepe buiging te maken voor zijn heer. Dat was vreemd, besefte Arnoud. Hij was lang genoeg aan het hof om te weten dat volgens het protocol de man had moeten afstijgen en dan voor de keizer had moeten knielen. De boodschap was blijkbaar erg dringend. Ook George was het niet ontgaan dat de man ongeschreven regels uit zijn laars lapte. Er is iets grondig mis, merkte hij op. De boodschapper sprak gehaast en dringend op de keizer in. Hij sprak zacht, zodat de mensen die om hem heen stonden hem niet konden verstaan. Arnoud zag hoe zowel de keizer als zijn neef in de zadel verstarden toen tot hen doordrong wat de man te vertellen had. Wat het ook was, het scheen hem bijzonder te verrassen. Het was geen blijde verrassing, dat was ook duidelijk. Shigeru onderbrak de woordenstroom van zijn hoveling met een kort gebaar, draaide ze rond in het zadel en gebaarde de vrienden om naar hen toe te komen rijden. Snel gaven Arnoud en George hun paarden een por in de onderbuik en op een sukkeldrafje voegden zij zich bij de keizer, zijn neef en de bode. Vertel nog eens je verhaal, zei Shigeru kortaf, maar nu in de handelstaal, zodat de heren hier het ook kunnen verstaan. Arnoud knikte dankbaar naar Shigeru. De boodschapper begon opnieuw. Ondanks zijn eerdere haat sprak hij nu kalm en rustig. Heer Shigeru, Arend-san en George-san, er is een opstand gaande in Ito, een opstand tegen de keizer. Hoofdstuk 5. Nyonya. Arnoud begreep er eerst niets van. Hetzelfde gold voor George. Hij boog zich voorover naar de boodschapper en zei: maar waarom zouden de mensen in hemelsnaam in opstand komen tegen hun keizer? Shigeru is toch enorm populair?
en het was geen gevleem, het soort onderdanige vleien dat je zo vaak ziet in de omgeving van de vorst. Op hun reis naar het Zomerpaleis in het noorden van het land hadden George en Arnoud beide meer dan eens met eigen ogen kunnen zien hoe geliefd Sigurd was onder zijn volk. Maar de kersen schudden verdrietig zijn anders zo opgewekte hoofd. De mensen niet, nee, zijn natuurlijk de Senshi. Heer Arisaka is met zijn hele clan in opstand gekomen. Ze hebben blijkbaar het paleis in Ito veroverd en daarbij veel van mijn getrouwen vermoord. En de Umaki-clan heeft zich bij de opstandelingen gevoegd. En het waren de twee machtigste groepen in het hele land. Arnoud en George keken elkaar verbijsterd aan. Toen nam George het woord. Haar majesteit, beide clans hebben u toch ooit eeuwige trouw gezworen? Hoe kunnen zij zomaar die belofte breken? George wist hoe heilig een eed van trouw bij de Senshi was. Shiriru trok zijn lippen in een strakke dunne lijn en schudde nogmaals zijn hoofd. Hij kon van emotie even geen woord uitbrengen. Het was Shukin die namens de keizer antwoord gaf. Zij beweren dat de keizer zijn belofte van trouw gebroken heeft door het volk tegen hun meerdere op te zetten. Ze beweren dat hij zijn eigen kaste, de Senshi, verraden heeft en daarom niet langer waard is de titel van keizer te voeren. En daarom, voegde Shigeru daar op bittere toon aan toe, geldt ook voor hun eigen eed van trouw niet meer. Ik heb hun zaak verraden en mijn eed gebroken, niet zij. Maar, Arnoud aarzelde en zocht naar de juiste formulering. Wat u doet is toch helemaal niet het volk opzetten tegen wie dan ook. Probeert alleen maar hun lot wat draaglijker te maken, doordat u hun waarde en bijdrage aan de samenleving erkent. Hoe kwam dat die Arisaka weg met zo'n ongehoorde verdraaiing van de feiten? Shigeru keek de jongeman tegenover hem recht in de ogen. Hij was weer een beetje tot rust gekomen en sprak kalm en beheerst. Arend-san, de mensen geloven maar al te graag praatjes die wat ze zelf al denken lijken te ondersteunen. Ook al is het maar een halve waarheid of zelfs een complete leugen. Vooral als het hun eigen geheime angsten raakt. De Senshi zijn er nu eenmaal van overtuigd geraakt dat de Ken al hun rechten en privileges wil afnemen en van het bizarre idee maakt Arisaka handig gebruik. Maar Arisaka gelooft hetzelfde dus niet, vroeg George. Arisaka gelooft iets heel anders, antwoordde Shigeru kalm. Arisaka gelooft dat toen de vorige keizer stierf, hij de meeste recht had op de troon om hem op te volgen. Hij is ervan overtuigd dat hij eigenlijk gekozen had moeten worden in plaats van ik. Hij is al maanden bezig met stoken, legde Shukin uit. Je kon aan zijn trillende stem horen hoezeer hij de verrader verminachtte. Hij doet niets anders dan paniek zaaien en onrust stoken onder de Senshi. Hij verkondigt overal, en dat is een leugen, dat mijn neef een verrader van zijn eigen kaste is, dat hij bezig is de macht over te dragen aan het gewone volk. Het lijkt erop dat zijn campagne geslaagd is. En net als alle succesvolle leugens, zei Shigeru, zit er natuurlijk wel een greintje waarheid in. Het is inderdaad zo dat ik wil dat het volk meer te zeggen krijgt over de manier waarop het geregeerd wordt. Maar Arisaka heeft het steeds enorm overdreven. Arnoud wendde zich tot de boodschapper. Hij had hem intussen herkend. Het was een van de hoge adviseurs die hij eerder in het paleis in Ito ontmoet had. U zei dat het om twee clans ging die in opstand gekomen zijn. Maar zijn er toch nog anderen? Wat doet de clan van de keizer zelf? Vele van hen zijn al gesneuveld. Ze probeerden zich te verdedigen tegen Arisaka, maar zijn mannen hebben zonder pardon vermoord. Ze waren in de minderheid, als 5 of 6 tegen 1. De overlevenden zijn gevlucht en ondergedoken. En de andere clans? Vroeg George door. De Meishi, de Tokoradi en de Kitotashi? Waarom zouden die Arisaka steunen? Geen van de clans is in de positie om zich te verzetten tegen de Shimonseki. Ze wachten allemaal tot iemand anders het voortouw neemt. Tot dusverre zeggen ze alleen maar dat als het waar mocht zijn wat heer Arisaka beweert, hij misschien wel het recht aan zijn kant heeft staan. George briest zich verontwaardigd. Als, misschien, zei hij boos, dat is de taal van lafaards en besluitelozen. Ze proberen zich alleen maar aan alle kanten in te dekken. Het lijkt erop dat Arisaka voorlopig de wind in de rug heeft, merkte Arnoud op. Zoals elke krijger wist hij maar al te goed hoe belangrijk het was snel en krachtdadig in te grijpen, zodat mogelijke tegenstanders zich voor voldongen feiten geplaatst zagen. Als ze zich meteen verzet hadden, was het Arisaka misschien niet gelukt. Maar nu heeft hij het paleis in handen en de bal is aan de rollen gebracht. Je krijgt die niet meer zomaar gestopt. Hij keek Shigeru aan. De vraag is, majesteit, wat bent u van plan eraan te doen? Shigeru wachtte even voor hij antwoord gaf en keek de boodschapper aan. Waar zit Arisaka nu? Hij trekt vanuit de hoofdstad op naar het noorden, majesteit, antwoordde de man. Hij wil u gevangen nemen. Shukin en de keizer wisselden snelle blik uit.
Hoe ver zit hij achter je, denk je, Reito-san? Vroeg Suken. De boodschapper haalde zijn schouders op. Waarschijnlijk wel een paar dagen rijden. Hij is volgens mij niet meteen achter me aangegaan. Maar er zijn wel een paar overlevenden van het keizerlijk leger die vlak achter me zaten. Die kunnen over een paar uur alweer zijn. Hoeveel? Wilde Arnoud weten. Zonder dat hij er echt over nagedacht had, vormde zich in zijn brein al een strategie voor een snelle tegenaanval. Maar Reito's antwoord sloeg de bodem onder dat plannetje weg. Niet meer dan een man 40, 50, en Arisaka heeft minstens 300 krijgers op de been gebracht. Arnoud knikte en beet bedachtzaam op zijn onderlip. Shigeru had blijkbaar altijd maar een klein leger gehad. Hij reageerde liever via consensus, niet met de vuist. Een van de redenen waarom Arisaka's coup kon slagen, dacht hij. Des te meer een goede reden om hier maar ons kamp op te slaan, concludeerde Shigeru, die de leiding weer overnam. Het duurde wel een paar dagen voor Arisaka ons inhaalt. Mijn soldaten zijn er bijna. Het is belangrijk dat we hen hier op het smalle pad opvangen. Intussen kunnen we nadenken over wat ons te doen staat. Naast het pad lag een klein weidje, tamelijk vlak. De mannen bouwden snel twee eenvoudige paviljoententen op. Eén voor de aanvoerder en zijn naaste en één voor de rest van het gevolg. Ze zouden hier maar kort blijven, dus was het dak boven hun hoofd genoeg, terwijl ze wachten op de resten van de keizerlijke garde en plannen maakten. In het eerste paviljoen werd een mat van bamboe over de vochtige grond uitgerold. Daarop werden een klaptafel en vijf stoelen neergezet. Shigeru, Reito, Shukin, Arnoud en George namen plaats. De bediende bracht groene thee in eenvoudige porseleinen kommetjes. Dankbaar nam Arnoud een slokje van de warme vloeistof. Niet zo lekker als koffie, dacht hij, maar elk beetje warmte dat hij in dit vreselijke weer naar binnen kreeg was welkom. De canvas wanden van de grote tent klapperden heen en weer in een strakke wind en ze hoorden de eerste regendruppels dof inslaan op het zeildek boven hen. Noord, zei Shukin, we kunnen het beste teruggaan naar het noorden. Dat klinkt logisch, antwoordde Arnoud, met het leger van Arisaka in het zuiden. Maar wat hebben we verder aan om naar het noorden te vluchten? Hebben jullie daar medestanders? Clans die jullie zouden overhalen zich aan te sluiten bij de keizer om tegen Arisaka op te trekken? Shigeru schudde zijn hoofd. Nee, er zijn helemaal geen sensi in het noorden. Alleen de Kikori, verder niets. En dat zijn geen krijgers. Zijn twee landgenoten knikten, maar Arnoud zei de naam niets. Kikori? Wie voor wat zijn dat? Houthakkers en timmerlieden, legde George uit. Ze wonen en werken in grote bossen op de hellingen van de bergen daar. Her en der vind je hun dorpjes. Als er houthakkers en timmerlui zijn, dan hebben ze bijlen en zijn ze groot en sterk, merkte Arnoud op. En ze kunnen ook omgaan met die bijlen. Kunnen wij niet recruteren als soldaten? Zouden ze bereid zijn voor u te vechten, majesteit? Shigeru en Shukin keken elkaar aan. De keizer schudde zijn hoofd. Ik denk dat ze dat wel zouden willen. Ze zijn ongelooflijk trouw. Maar ik ben er tegen ze te vragen. Het zijn geen getrainde krijgers, Arnsam. De ridders van Arisaka zouden hun afslachten. Ik kan geen mannen vragen voor mij te vechten als dat hopeloos is. George borst zich over en tikte op Arnouds arm om zijn aandacht te trekken. Met gedempte stem zei hij, en er is nog een probleem, Arnoud. De Kikori zouden misschien wel bereid zijn te vechten, maar ze zouden van het begin af aan niet geloven in hun kansen tegen de Senshi, omdat ze er vast van overtuigd zijn dat ze nooit de wapens tegen de Senshi mogen opnemen. Niet mogen? Hoe bedoel je, waarom zouden ze niet? We hebben het hier over cultuur. Eeuwenlang is hun ingeprent dat de Senshi hun meerdere zijn en ver boven hen staan. Shigeru-san kan dat een beetje proberen te veranderen, maar dat gaat maar heel langzaam natuurlijk. Net zo goed als de Senshi ervan overtuigd zijn dat zij van hoger hand boven hen gesteld worden, geloven de Kikori dat zij de mindere zijn. Misschien zouden ze een bevel om tegen de Senshi te vechten wel opvolgen, maar ze zouden niet anders verwachten dan dat ze zouden verliezen. Maar dat slaat toch helemaal nergens op, paste Arnoud verontwaardigd los. Maar eigenlijk begreep hij wel wat George bedoelde. Luister Arnoud, je bent als soldaat in hart en nieren. Zou jij je leger een veldslag insturen als je van tevoren al wist dat je ging verliezen? Of erger nog, als je manschappen eigenlijk geloofden dat ze een eventuele overwinning niet verdienden? Nee, ik neem aan van niet. Arnouds schouders zakten mismoedig naar beneden. Even had hij gedacht een uitweg te zien, maar George had natuurlijk gelijk. Een leger dat ervan overtuigd was dat het zou verliezen marcheerde regelrecht het graf in. We hebben natuurlijk nog wel de Hasanu, opende Shukin. Meneer Natimatsu is een eerzaam man. Hij zal niet zo snel zijn eed van trouw aan de keizer breken. De Hasanu zijn formidabele vechtersbazen bij Aan Shigeru, maar die wonen we erg ver in het noorden. Tussen hen en ons ligt een uitgestrekt gebergte en een groot meer. Het zou weken, zo niet maanden duren om hen te bereiken.
en ik weet ook niet zo zeker wat een reactie zou zijn. Wat dat betreft is het een raar volkje. Als het een volk van mensen is, merkte Reito op. Shigeru keek hem verwijtend aan. Dat soort ouderwetse bijgeloof, Reito, daar geloof je toch niet in? De Hasan nu zijn anders misschien, maar het zijn wel mensen, dat weet ik zeker. Wie zijn die Hasan nu? Fluisterde Arnoud in George's oor. Weer zo'n strijdlustige clan? Maar George schudde zijn hoofd en keek verrast. Ik heb nog nooit eerder iemand over de Hasanu horen praten. Het is niet een van de Senshi-clans. Dan zou ik de naam wel herkennen, dat weet ik haast zeker. Voor ze hun onderhondje konden voortzetten, onderbrak Sukun hen ruw. Of we nu in staat zullen zijn een leger te verzamelen, groot en sterk genoeg om het tegen Arisaka op te nemen of niet, onze eerste verantwoordelijkheid is nu te zorgen dat de keizer in veiligheid gebracht wordt. Daar zullen we terug naar het noorden moeten gaan, de bergen in. We hoeven de Kikori niet te vragen voor ons te vechten, maar ze zullen graag bereid zijn ons onderdak te verlenen en op een veilige plek te laten onderduiken. Shigeru knikte dat hij het er volmondig mee eens was. Misschien is het niet erg dapper en ridderlijk zo, zei hij met een wrange grijns, maar het is wel de verstandigste weg. Als we Arisaka maar een maand of twee kunnen ontlopen, dan is het winter geworden en die winter zal ons beschermen tegen mogelijke aanvallen. We kunnen altijd nog naar het fort van Rankoshi gaan, stelde Reito voor. Shigeru en zijn neef wisselden een snelle blik uit. Rankoshi, herhaalde Shukin. Ik dacht dat het niet meer dan een legende was. Maar Reito schudde zijn hoofd. Dat denkt bijna iedereen, maar ik weet zeker dat het bestaat. Het probleem is alleen het te vinden. Wat voor fort is het dan? Vroeg Arnoud. Rankoshi is een fort dat voorkomt uit allerlei oude volksverhalen, legde Shigeru uit. Daarom denkt Shukin ook dat het niet bestaat. Men vertelt altijd dat het ergens hoog in deze bergen ligt, in de geheime vallei die niemand ooit heeft kunnen vinden. Honderden jaren geleden werd daar een interne strijd uitgevochten rond de vraag wie op dat moment de rechtmatige troonopvolger was. De geschiedenis lijkt zich dus te gaan herhalen, zei Shukin grimmig. De keizer staarde hem aan. Precies, zei hij, en hij wendde zich weer tot de mannen uit Araluen. De strijd werd toegewonnen door de pretendent die Rankoshi als uitvalsbasis gebruikte. Er wordt gezegd dat het een onoverwinnelijk fort is, met massieve muren en een enorm diepe slotgracht. Nou, dat klinkt inderdaad als een geschikt onderduikadres, zei Arnoud. Shigeru knikte, inderdaad, maar het zou er intussen wel vervallen bijleggen, als het al bestaat. Als het bestaat, is er één groep mensen die ons kan vertellen waar we moeten zoeken, zei Rette enthousiast. De Kikori, ze hebben al generaties lang de bergen doorkruist, op zoek naar mooie, lange, rechte boomstammen, en ze kennen alle paden en sporen die ze hebben aangelegd om die stammen uit het bos naar hun dorpen te slepen op hun duimpje. Ze kennen elke helling van de bergen. Waarom hebben ze er nooit een andere verteld waar het slot te vinden is? Vroeg Shukin. Waarom zouden ze? Kaatste Shigeru de vraag terug. De Kikori hebben door de eeuwen heen weinig aanleiding of reden gehad om ons als heersende kasten van dit land een warm hart toe te dragen. Als ze het geheim al kennen, waarom zouden ze het aan de Senshi verklappen? Ze vechten misschien niet tegen de kasten van krijgers, maar ik zie niet in waarom ze hen vrijwillig zouden helpen. Dat lijkt me een goed punt, merkte Arnoud op. Dus we gaan inderdaad weer terug naar het noorden, leggen contact met de Kikori en zoeken ons heel in het legendarische fort. Dat is het plan voorlopig. Shigeru knikte hem vriendelijk toe. Nu hij de eerste schok van het nieuws verwerkt had, leek hij weer wat van zijn oude opgeruimde zelf teruggevonden te hebben. Misschien moeten we niet meer dan één stap tegelijk zetten, Aansan. Onze eerste prioriteit is uit handen van Arisaka zien te blijven en daarom kunnen we inderdaad maar het beste teruggaan richting het noorden, maar ik vrees dat jullie niet met ons mee kunnen. Arnoud opende al zijn mond om luid te protesteren, maar hij hield zich in toen hij de hand van George op zijn mouw voelde. We zijn in dit land als gast, op een diplomatieke missie, Arnoud, vergeet dat niet, zei George rustig. We mogen ons niet bemoeien met interne conflicten, daartoe hebben wij het recht niet, als buitenlanders. Dat moest Arnoud even rustig laten bezinken. Zijn eerste reactie toen hij hoorde van de rebellie tegen de keizer was begrijpelijk. Hij wilde de keizer helpen en de verrader verslaan. Maar hij besefte nu, bij nader inzien, dat hij daartoe inderdaad nauwelijks in de positie was. Shigeru zag de innerlijke strijd op zijn gezicht verspiegeld en glimlachte wat verdrietig naar de jonge krijger. George Chan heeft volkomen gelijk. Dit is niet uw strijd. U bent hier als gast gekomen om onze zeden en gewoonten te leren kennen. Ik mag niet verwachten dat u voor mij uw leven zou riskeren. U moet maar terugkeren naar uw eigen land. Bovendien kunnen Arend San en George San waarschijnlijk beter elke confrontatie met de mannen van Arisaka vermijden, merkte Shukin op. De Shimonseki zijn wellicht niet zo gevoelig voor verfijnde begrippen als diplomatieke immuniteit.
Shigeru keek zijn neef aan. Daar had Shukin ook een punt. De mannen van Arisaka waren inmiddels waarschijnlijk tamelijk bloeddorstig. Ze zouden geen tegenspraak of tegenstand dulden. En Arnold een beetje kennende, zou hij je niet bijzonder vriendelijk begroeten als hij de troep ter het lijf liep. Bovendien wist de Shimon Seki ook dat hij een gast en vriend van de verfoeide keizer was, een krijger bovendien. Het was beter om het dergelijke treffen te voorkomen. Gelukkig is er een alternatieve route naar Iwanai, die een stukje ten noorden van hier begint. Er maken minder mensen gebruik van dan van deze weg, die is gemakkelijker. De andere is meer een bergpad, maar het is verstandiger als jullie die route kiezen, denk ik. Het lijkt me het beste als jullie nog een eindje met ons meerijden en dan daar afscheid nemen. Arnoud schudde machteloos van nee. Hij wist dat zij gelijk hadden, maar hij haatte het idee dat hij een vriend in gevaar in de steek zou laten. Ik voel mij daar helemaal niet prettig bij, majesteit, zuchtte hij. Ik ook niet, Arendt-san, maar neem van me aan dat het wel de beste oplossing is voor ieder van ons. Hoofdstuk 6. Een uur ging voorbij, maar de overlevende van de keizerlijke garde liet zich niet zien. Shukin nam een besluit. Neef, we mogen niet langer hier blijven wachten. Arisaka komt elke minuut dichterbij. Maar ik voel het niet voor mijn mannen in de steek te laten, wierp Shigeru tegen. Ze hebben mij voor mij hun leven in de waagschaal gesteld. Het zou wel mooi zijn als ik ze dan liet stikken. Het zou helemaal niets moois zijn als ze moeten toezien hoe Arisaka u gevangen neemt. Reito-san kan terugrijden en hun de weg wijzen. We kunnen toch ergens afspreken. Het belangrijkste is nu dat u van hier wegkomt. Maar diezelfde Reito zegt dat Arisaka nog een paar dagen rijden van ons vandaan is, probeerde de keizer nog eens. Shukin was niet onder de indruk. De bulk voor zijn manschappen, ja. Als ik hem was, zou ik snelle verkennis vooruit sturen om uit te vinden waar u was. En die zou dus elk moment die kunnen opduiken. Ik neem aan dat de overlevenden van het garnizoen van Ito te voet optrekken en gewonden met zich meedragen. Die gaan veel langzamer dan verkennis te paard, of niet soms? Met tegenzin moest Shigeru toegeven dat hij daarin waarschijnlijk gelijk had. Dus gaf hij zijn bediende opdracht de twee tenten af te breken en weer in te pakken. Reito en Shukin bogen zich over een landkaart en kwamen een plaats overeen waar Reito de mannen van de keizerlijke garde naartoe zou leiden. Blijf daar eventueel maar wachten, zei Shukin, en hij wees naar het dorpje op de kaart. Wij nemen dan daar weer contact weer op. Hij hield rekening met dat Reito en de anderen onderweg ook gevangen genomen konden worden. Het was dus maar beter hem niet te vertellen waar de keizer zelf van plan was onder te duiken. Reito keek hem strak in de ogen, knikte dat hij het begreep. Kom er een paar dagen dan daarheen om te zien of ik en de anderen het gehaald hebben, zei hij eenvoudig. Daarna maakte hij gehaast een buiging voor de keizer, sprong als zijn paard en reed naar beneden. Ook de anderen klommen in het zadel, maar trokken de hoofden van hun rijdieren naar het noorden, bergopwaarts, terug in de richting van waar ze gekomen waren. Na een paar kilometer passeerde ze een kruispunt waar een vaag spoor naar het westen de berg afleidde. Shukin, die voorop reed, hield zijn paard in en wachtte tot Arnoud hem ingehaald had. Hij wees naar links. Hier, dit pad nemen we. Dat leidt naar de plek waar jullie moeten afslaan, naar Iwanai en afscheid van ons zullen nemen. Arnoud knikte. Ik vind het wel erg hoor, net alsof ik jullie in de steek laat. Shukin boog zich erover en greep de jonge ridder bij zijn arm. Ik had het ook liever anders gezien, Arendt-san. Ik had niets liever gewild dan dat jij aan mijn zijde mee zou vechten. Maar zoals de keizer al zei, dit is niet jullie strijd. Dat weet ik, antwoordde Arnoud, maar dat betekent niet dat ik het leuk moet vinden. Shukin grijnsde grimmig. Wees maar blij dat het in elk geval niet meer regent. En toen reed hij weg om zijn plaats in het hoofd van de stoet weer in te nemen. George kwam naast Arnoud rijden. Hij ging in de stijgbeugel staan en rekte zich eens flink uit vanwege zijn stijve rug. Zo vaak zat George niet op een paard en Shukin had het tempo de laatste uren flink hoog gehouden. De secretaris had al die tijd in het zadel zitten hobbelen. Hij wist zeker dat zijn zitvlak inmiddels bont en blauw was. De spieren in zijn bovenbenen waren in elk geval helemaal verkrampt en stijf. Eigenlijk deed zijn hele lijf pijn, maar hij wist dat zijn ongemak niet te vergelijken was met de geestelijke pijn die Arnoud moest voelen. Hij besloot te proberen zijn vrienden wat af te leiden. Zijn we er al bijna? Vroeg hij met een zeurstem. Probeerde de grijns te verbergen waarmee hij de eeuwige vraag van kleine kinderen herhaalde. Arnoud kon het niet helpen, ook hij schoot in de lach. Dit was wel het laatste wat we verwachten, hè George? Jij dacht natuurlijk vooral aan beschaafde recepties en deftige dinertjes en zo in het paleis in Ito. Inderdaad, antwoordde George enigszins aangedaan. In elk geval had ik nooit gedacht dat we urenlang bergen op en af zouden moeten galopperen over paden die een zichzelf respecterende bergheid nog zou vermijden. Als ik dat geweten... Pas op, schreeuwde hij ineens. Ik voel bijna uit het zadel waar je Arnoud wegduwde. Arnoud hoorde iets venijnigs vlak langs zijn voorzeggend zicht langs vliegen
en zag uit hun ooghoeken George de andere kant op dreigen te vallen met een lange pijl diep in zijn bovenarm. Even later viel de secretaris met een doffe klap op de grond naast zijn paard. De aanvallers kwamen van beide kanten het bos uitgestroomd. Het eerste salvo pijlen had naast George nog 3 andere leden van de escorte van de keizer getroffen. Nu werden ze aangevallen door een 9 mannen met zwaarden. Arnoud trok zijn eigen wapen en schudde zijn schild naar voren. Zijn linkerhand vond in een automatische beweging de leren greep. Een zorgvuldig geplande hinderlaag, besefte hij. De vijand had de voorste leden van het gezelschap laten passeren, daarna van een afstand op de stoet geschoten en dan pas echt aangevallen, terwijl hun slachtoffers in complete verwarring geen kant op konden. 3 van de aanvallers richtten zich samen op de keizer, die ergens in het midden had gereden, een paar meter voor George in Arnoud. Een van hen greep de teugels van Sigurd's rijdier vast, en toen hij zijn zwaard trok en naar hem uithaalde, dook hij om de nek van zijn paard doorweg. Meteen vielen de 2 anderen de keizer aan, zoals jakhalzen gezamenlijk een prooi bespringen. Ze greep hem bij een arm en trok hem uit het zadel. Hij moest het zwaard loslaten toen hij de grond raakte. Sigurd's bediende, volledig verrast, verdedigde zich heftig tegen de 6 andere overvallers. Arnoud nam in een fractie van een seconde een besluit. Zijn eerste instinctieve reactie was om meteen in de aanval te gaan, maar hij reed niet op zijn eigen schopper. Hij had geen idee of dit beest als strijdros getraind was. Bovendien lag de keizer al op de grond, hij zou hem zomaar kunnen vertrappen onder de hoeven. Dus zwaarde hij 1 been over de zadelknop, liet zich van zijn paard geleiden en viel te voet aan, met de bedoeling Sigurd te ontzetten. Een van de sensi had zijn zwaard met 2 handen hoog geheven, klaar om de hulpeloze keizer aan zijn voeten te onthoofden. Arnouds zwaard was veel zwaarder dan de lichte katana van de Nilndja, maar ook veel langer en dat vergat de aanvaller even. Hij dacht tijd genoeg te hebben om het hoofd van de keizer af te hakken, voordat hij zich om moest draaien om zichzelf te verdedigen. Ze was hij verbaasd toen Arnouds horizontale uitval hem vol in de ribbenkast trof, terwijl hij daar weerloos stond met beide armen omhoog en dwars door zijn leren borstkuras zijn hart doorboorde. Hij voelde niet eens pijn, hij voelde helemaal niets meer. Arnoud merkte eerder dan dat hij hem zag hoe de tweede aanvaller zijn zwaard van schuin boven zijn hoofd op hem neersloeg. Het leek alsof zijn schild zijn lijf meetrok, terwijl hij een pioret maakte en de vlijmscherpe klink opving op het metaal. Hij voelde het harde staal in de rand van zijn schild bijten en even vast bleven haken. Meteen had hij een stap naar voren, tot vlak bij zijn tegenstander, en schopte de man hard en hoog tegen zijn scheenbeen. Met een kreet van pijn en schrik zakte de man door zijn knieën en viel voorover, recht in het zwaard van Arnoud. Als je tegen meer dan 1 tegenstander vecht, moet je je ogen in je achterhoofd hebben. Weer maakte Arnoud een draai, zijn schild omhoog, net op tijd om een wilde steek van de derde man af te weren, de man die de teugels van de keizer gegrepen had. Maar voor Arnoud iets terug kon doen, slaakte de man een verstikte kreet en stak beide armen de lucht in. Hij viel op zijn knieën, zijn gezicht een en al geschokte verbazing. Achter hem dook Sukin op, zijn zwaard al in de aanslag om een tweede keer toe te steken, maar dat was niet meer nodig. De man viel voorover, plat op zijn gezicht. Snel keek Arnoud om zich heen. Hun achterhoede was intussen ook aangekomen en maakte korte metten met de 2 overige aanvallers. Hij hoorde er wel iemand luidruchtig dwars door de struiken was de helling naar zijn pad afrennen. Tenminste, 1 van hun aanvallers had weten te ontsnappen. Sukin stak zijn zwaard weg en hielp zijn keizerlijke neef overeind. Niets geraakt, neef? Vroeg hij bezorgd. Sigurd wijfde zijn bezorgdheid weg. Ik zit onder de modder en ben een beetje buiten adem, maar dat is alles. Dankzij Arendsan hier. Hij glimlachte dankbaar naar de jonge ridder. Die schudde slechts zijn hoofd. Niets te danken hoor, graag gedaan, zei hij. Arnoud voelde zich nooit erg op zijn gemak als anderen hem bedankten, omdat hij zojuist zijn leven gered had. Hij vond dat hij daarmee alleen zijn werk gedaan had. Ook hij stak zijn zwaard weer in de schede. De hoogste officier van de achterhoede was bij hem komen staan en sprak druk in het Nilndja tegen Sukin. Waren dat mannen van die Arisaka? Vroeg Arnoud aan de keizer. Sigurd knikte bevestigend. Kijk, dat is het wapen van de Shimon Segi, zei hij, en wees naar de gestileerde uil op de borstplaat van een aanvaller, precies op de plek van zijn hart. Sukin voegde zich weer bij hen. De luitenant telde hier 9 aanvallers. 2 van hen zijn ontsnapt, mijn mannen doden er 4, Arendsan 2 en ikzelf nummer 9. Minachtend keken naar de gevallen mannen op de grond, maar hij moest tegen zijn zin toegeven dat de aanval bijna het beoogde succes had gehad. Dat was zorgvuldig gepland. 2 groepen van 3 man scheiden ons zowel voor als achterhoede, terwijl de derde groep direct jou aanviel, neef. Ik neem aan dat ze buiten Arendsan en zijn zwaardkunsten gerekend hebben. Dat was hun enige fout. Door die pijlen hebben we 2 man verloren, een derde is voorlopig uitgeschakeld. Die woorden rukten Arnoud weg uit de roes van de overwinning.
Oh nee, riep hij, en draaide zich om en rende naar waar George uit het zadel gevallen was. In alle opwinding was hij de arme secretaris helemaal vergeten. Hij voelde een enorme opluchting toen hij de magere gestalte rechtop naast het modderige pad zag zitten, terwijl hij met een pijnlijk gezicht zijn ene arm met de andere ondersteunde. Er stak nog steeds een lange witte pijl uit. Zijn mouw was met bloed doorweekt en zijn gezicht was lijkbleek, nog bleker dan anders. Maar in elk geval leefde hij nog. Arnoud liet zich naast hem op een knie vallen. George, riep hij enorm opgelucht, is alles goed met je? Nauwelijks, kun je dat niet zien? Antwoordde George met verbazingwekkende felheid. Ik heb een belachelijk grote pijl door mijn arm en doet verdraaid voor pijn ook. Hoe kan dan alles goed met me zijn? In een impuls wilde Arnoud de pijl aanraken, maar George trok snel zijn arm weg, wat leidde tot een nog hardere schreeuw van pijn. Je hebt een leven gered, George, zei Arnoud dankbaar. Hij was niet vergeten hoe George hem net op tijd weggeduwd had uit de banen van die ene pijl, misschien wel de pijl die nu dwars door George stak. George verdrok zijn gezicht in een vreemde grimas. Nou, als ik van tevoren geweten had dat het zoveel pijn zou doen, had ik hem misschien wel bedacht. Dan had ik ze hun gang laten gaan. Waarom kiezen mensen voor dit soort bestaan? Ging hij jammerend verder. Hoe houden jullie dat vol? Tjonge, wat doet het een pijn? Ik heb altijd al gedacht dat er iets grondig mis was met beroepssoldaten, maar nou weet ik het zeker. Dat je je daar voor het lol aan blootstelt. Voortaan. Wat hij voortaan van plan was te doen, bleef voorlopig een geheim voor Arnoud. Door de shock en de pijn en het bloedverlies viel George flauw. Zijn ogen draaiden omhoog en hij viel opzij op het natte gras. Arnoud keek op en zag het ook Oksukin naar de gewonde secretaris om te kijken. Een geluk bij een ongeluk, zei de aanvoerder van de sensie. Nu kunnen we die pijl eruit trekken terwijl hij bewusteloos is. George bleef een paar minuten buiten Westen liggen. Tijd genoeg voor Oksukin en de lijfarts van de keizer om voorzichtig de pijl uit zijn bovenarm te trekken. Ze brachten wat helende zalf aan op de in- en uitgangswonden en legden een strak verband aan van schone repen linnen. Oksukin bekeek het resultaat met een tevreden blik in zijn ogen. Dat geneest was voorspoedig, zei hij. Die zelf zorgt ervoor dat het niet gaat zweren en de pijl lijkt ook nieuw en schoon. Hij zou wel een paar weken flink pijn houden, dat wel. Alsof hij het laatst gehoord had, opende George moeizaam zijn ogen. Hij zag alle bezorgde ogen die op hem neerkeken en fronste zijn wenkbrauwen. Mijn arm doet pijn, verkondigde hij toen. Arnoud en de andere barsten in lachen uit. Daarmee werd George's gevoelens wederom gekwetst en hij keek een voor een verontwaardigd in de ogen. Misschien is het heel grappig in de ogen van jullie militaire types, zei hij beledigd. Ik weet heus wel dat jullie je van dit soort akkefietjes niet voor aantrekken, maar het doet wel voor dikmis veel pijn als je dat maar weet. Voorzichtig hielp Arnoud hem op te staan en ondersteunde hem tot waar zijn paard geduldig stond te wachten. Kom op, zei hij, liep zijn vriend omhoog in het zadel. Je hebt nog een hele rit voor de boeg. Terwijl zij verder reden naar het kruispunt waar hij en George afscheid zouden nemen, was Arnoud blij dat de secretaris geen behoefte had aan koekjes en kalfjes, zoals onder normale omstandigheden. Hij moest nadenken, heel diep nadenken, en hij probeerde zorgvuldig de zinnen die hij zou gaan uitspreken. Hij wist dat George het niet eens zou zijn met wat hij van plan was, en hij wist ook dat George meer dan hij zelf getraind was in heel het duidelijk en logisch formuleren van bezwaren. En toen was het moment daar. Het moment waarop Oksukin en de keizer hun paarden inhielden en omkeken en naar links wezen, een ander pad dat stel in het naar het zuidwesten de berghelling afliep. Hier moeten we afscheid nemen, zei de keizer. Van hier is het ongeveer een dag rijden naar Iwanai. Ik denk niet dat jullie daar nog mensen van Arisaka zullen tegenkomen. Maar pas goed op, zodra je in de havenstad aangekomen bent. Hou je een beetje gedijst, zolang je nog niet aan boord van jullie schip bent. Een van mijn mannen zal met jullie meegaan, zei Oksukin. Maar Arnoud schudde zijn hoofd. Nee, geen sensieridder in elk geval, antwoordde hij. Een van jullie bedienden, dat is genoeg. Jullie kunnen geen zwaard missen. Dat was waar, moest Oksukin toegeven. Je hebt gelijk, zei hij. Goed, dan stuur ik een van de bedienden mee. Arnoud zweeg terwijl George van iedereen afscheid nam. De keizer zag hij wierp hem enkele onderzoekende blikken toe, alsof hij aanvoelde wat er doorheen spookte. Maar uiteindelijk sloeg George met zijn teugels op de nek van zijn rijdier en trok het beest naar links, in de richting van het smalle, steile pad. Kom Arnoud, we moeten gaan. Arnoud schraapte zijn keel. Hij voelde zich helemaal niet op zijn gemak. Daar wil ik het net met je over hebben, George. Ik ga niet met je mee. Ik blijf.